Dus wij zijn ongeveer uitgerekend 4.500 tot 5.500 euro. Ja. Die u onterecht zou hebben betaald die in de dubbel afgelopen hebben 30 betaald. Jaar. Die hebben dubbel betaald. Ja, we hebben en natuurlijk dus meerdere malen gesprekken mee gehad. En we hebben ook voorstellen gedaan. En we hebben gevraagd, hebt u nog ideeën wat je wilt doen? Maar ze wilden niet. Dus nee. We hebben gezegd, nou, dan gaan we naar de rechter. Ja. En de rechter die moet maar bepalen wie het gelijk heeft. En u denkt dat u in uw gelijk staat? Nou, dat denken wij wel heel zeker, ja. Maar ja. Anders beginnen we niet aan, hè. Nee. Dan hebben we nog de mensen in Eindhoven. In die vergelijkbare situatie. Een vergelijkbare situatie, iets anders. Maar die hebben ook, zijn naar de rechter gegaan. Die hebben in eerste instantie verloren. Die zijn in hoger beroep gegaan, hebben ze gewonnen. In cassatie gegaan, hebben ze gewonnen. Ja. Dus wij staan heel sterk. En als je ergens voor staat, dan moeten we ook voor vechten. Ja. En ik wil gewoon gerechtigheid.